Nu, die piratenzenders waar die amateurs vrije radio van maken, dat is hier in het oosten echt nog een ding, hè. En ze zijn met veel, hè. Moet eens kijken, wacht. We zullen deze hier opzetten, hè. Zet de radio continu. Het pak weer af, ze. Hè? Die zie het pak weer af, ze. Nee, maar ik vind dat eigenlijk wel straf, want bij ons thuis, alleen in Vlaanderen is vrije radio zo goed als dood, hè? Maar hier in deze stukje Nederland is dat echt nog populair. Hè? Ja. Dus ik vraag me eigenlijk af waarom. Ik heb een afspraak gemaakt met, luister het goed, zijn een DJ naam, De Kleine Soldaat. Dat belooft weer. Ja. Dus we mochten afkomen en dan kunnen we samen radio maken. Kom maar af, zei hij. Oké, okay, we komen af. Bonnie M. Sha la 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 la. Girl in the ring. Sha la 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 la. Sha la 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 la. You look like a super in the blub. Blum blum. Oké, okay, mannetjes, we zijn 2,2 kilometer verwijderd. Maar ik heb het gevoel dat meneer zijn mast neerlegt. Dus ik zou toch stilletjes aan de mast moeten beginnen zien. Hey, hier. Ah ja. De mast? Hier staat de mast. En hier ook. Dan staat hij vol. Hé, hey, ik ben Tom, hé. Hey. Hé, hey, Bas. Hé, hey, Bas. Hey. Hey. En dit is van jou? Nou ja, dit is van ons, van 4 maal. En hoe hoog is die? Deze is een meter of 80. Ja. Hé? En hoe ver kan je uitzenden dan? Ja, god, half Nederland sowieso. En mocht, wacht even, half Nederland? Ja. Maar wacht even, dus jullie kapen een frequentie? Ja. En jullie zenden illegaal uit? Ja. Heb je al boetes moeten betalen? Ja. Ik heb al bekeurings betaald en ik heb al een stapel brieven alles met elkaar. En hoeveel boete moet je dan betalen? Ja, momenteel zit het ongeveer 102.500 euro per overtreding. Ja. Heb je dat al moeten betalen? Nou, een beetje meer. Als ik nou politie ben en ik ben op zoek naar illegale radiopiraten, dan moet ik toch maar gewoon rondkijken. Hij valt wel op. Hij valt toch op? Ja. Ze weten toch gelijk waar je bent? Ja, dat klopt, maar... Het is niet de gewone politie, hè, die ons pakt. Hè. Het is een AT, Agentschap Telecom, die spoort echt de piraten op, zeg maar. En dan een paar maanden later heb je bekeuring. Ja. En dan betaal je die en dan zend je gewoon terug uit? Nou ja, dan is deze locatie is dan afgeschreven en dan moeten we de volgende locatie opzoeken. Dat is toch waanzin? Ik vind dat waanzin. Maar waarom is dat zo populair hier? Vooral in dit stuk, hè, van Nederland. Ja, dat hoort denk ik een beetje bij het platte land, bij de boerencultuur denk ik misschien wel. Een beetje de muziek, alles met elkaar, de gezelligheid, dat is een beetje, ja. Een beetje, ja. En zend jij 24 uur 7 op 7 uit? Nee. Wij gewoon willekeurige tijden, als wij wachten kunnen, we hebben er zin in. Eerder had ik een wekelijks programma, maar dat is niet meer te doen in deze tijd niet. Nee. Kijk, en nu doen wij meestal 1 keer in de maand, op een zaterdagavond. En dan, er komt een beetje volk langs, een beetje mensen en een gezellig borreltje doen. En dat is een beetje de... Oké, dus je zendt niet van hieruit. Dit is gewoon de antenne. Ja, we sturen een signaal hierdoor naartoe. Naar waar? Naar jou thuis dan? Vanaf mijn huis sturen we het hierdoor. Het kan via internet, het kan via straalverbinding, het kan op meerdere manieren. We sturen hier naartoe en pakken we het signaal op. En hier brengen we de ether in. Ja. Ja. Oké, okay, zullen we naar jou komen? Gaan we uitzenden? We gaan uitzenden. Dat doen we. Veel volk zich. Oké, en nu? Je wilt meer radio maken, toch? Ik zal het meedoen, ja. Maar gewoon zo, heb je iets aan. Heb je mijn plaatje? Jouw plaatje? En waar is jouw plaatje? Ken je mijn plaat niet? Nee. Oh, kan je op de computer opzoeken? Vast. Ja? En dat is? Dos Cervezas. Ja.
Nou, ik zet hem klaar. Okay. Hierna gooi ik een gooi hem erin, of wil je eerst praten? Ja, we gaan eerst even praten. Oké. Okay. Nou ja, je wil hem zien hoe het... Nou ja, mag je ook even wat vertellen op radio. Kijk, nee, dit is een muziek met instrumentale platen. Gewoon erop en dan gaan we daar even een stukje op vertellen. Oké. Okay. Ah, en een half Nederland hoort dan Dos Revistas. Ja. Kennen jullie het nummer niet? Nee, maar we proberen met te zingen. Ah, die jongen, die jongens dan. Oh. Hup, schuif open en... Ik weet niet of jij dat kan, jawel. Zal ik beginnen? Ja, ja. Hallo, luisteraars en amateurs, een hele goede goedenavond. We zijn even hier met Station De Kleine Soldaat, de gebroeders en de Chicken on the Radio. En alles in vanuit Weideveen gepresenteerd. Vrij mooi bezoek hier vanuit België. Tom Wazens en Coronuiten en andere goeders, hè? Goedenavond, ja, goedenavond, beste luisteraars. Vanuit. Weideveen, hè? Studio Weideveen. Vanuit Studio Ederveen? Weideveen. Weideveen. Mijn naam is Tom Waas, jullie kennen me waarschijnlijk van Undercover. Maar wat weinig Nederlanders weten, is dat ik 10 jaar geleden de zomerhit 2010 heb gewonnen in België. Met het nummer Dos Cervezas. Dus hier staan best wel wat mensen in de studio. Dus het is een heel makkelijk nummer. Jullie kunnen het vrij snel meezingen, denk ik. Hier komt Dos Cervezas, por favor. Cervezas, por favor. Dos. Cervezas, por favor. Dos. Cervezas, por favor. Elke Spanjaard heeft een snor. Dos cervezas, por favor. Elke Spanjaard heeft een snor. Olé! Voilà.